Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een product uh, uittesten wat voor mij nieuw is, maar wat zeker niet nieuw op de markt is. Uh, het is de Stabilo Woody 3 in 1. Uh, dat zijn eigenlijk ja, hele dikke. Potloden uh, die eigenlijk gemaakt zijn voor kinderen. Uh, perfect natuurlijk voor de kinderhanden om vast te houden. Maar ook als jij wat moeite hebt met de handen. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld ook. Uh, er valt mij geregeld wat uit de handen. Ik heb niet zo heel veel grip. Uh, niet zo heel veel kracht. Uh, dit is een potlood die kun jij lekker vasthouden. Je hebt hier veel uh, grip. Het ligt gewoon lekker in de hand. En uh, ik moet ook zeggen, ik weet ook niet of ik dit echt voor kinderen vind. Uh, en dat heeft met de prijs te maken. Zoals alles van Stabilo, uh, de producten van Stabilo zijn niet goedkoop. Maar daar is de kwaliteit ook naar. Het is echt altijd van hele goede kwaliteit. Uh, als je al kijkt naar die Stabilo uh, pennen de Stabilo potloden. Uh, Sofie kleur bijvoorbeeld altijd met uh, stiften van Stabilo. En uh, zij moest een nieuwe hebben. En toen zag ik die uh, Woody's. Dus ik denk, die ga ik lekker kopen. Uh, gewoon voor mezelf. Een nieuw product. Vond dat ik dat wel verdiend had. Uh, we hebben niet zo'n hele leuke tijd achter de terug. En uh, ik had zoiets: ik wil weer wat nieuws, mijn hoofd even weer op wat anders zetten. Vandaar dat ik deze Stabilo woeries wil uitproberen, iets wat ik al heel lang in mijn hoofd had, iets wat ik eigenlijk al heel lang wilde, maar wat ik telkens opzij schoof. Want ik heb ook producten wat je daarmee kunt vergelijken. En uh, daar ga ik straks ook wel verder op, uh, op terugkomen. Maar uh, ja, ik wil gewoon die woeries uittesten. Ik wil zien wat voor kwaliteit dat het is. Uh, hoe is het met de pigmenten? Wat kan ik er allemaal mee? Ik heb er heel veel video's. Al van gezien, en uh, ja, ik weet dus ongeveer wel wat het kan, maar ik wil het voor mezelf ook gaan uitproberen. Nou, dat ga ik vandaag doen, en daar ga ik jullie in meenemen. En als ik dat dan uit heb geprobeerd, dan ben ik er klaar voor. Dan kan ik een leuke projecten mee gaan maken, en dan gaan jullie ze ook vast wel terugzien in toekomstige projecten. Uh, dit is ideaal om uh, te gaan gebruiken in mixed media projecten, en vandaar dat ik dit ook heb gekocht, want ik wil dit ook inderdaad voor mixed media projecten gaan gebruiken. Nou ik ga jullie gewoon meenemen. Ik heb een aantal kleurtjes los gekocht. Je kunt het in setjes kopen. Uh, soms zit er een puntenslijper bij. Uh, andere keren uh, zul je de puntenslijper er los bij moeten kopen. Uh, misschien heb jij wel een puntenslijper voor hele dikke potloden, maar dit is wel een speciaal maatje. Dus uh, ik had daar geen puntenslijper voor, dus ik heb daar een puntenslijper bij gekocht. Uh, de kleuren zijn heel helder, maar je hebt ook pastelkleuren. Uh, er is ook een goud, zilver, wit, zwart. Uh, de wit en de zwarte heb ik nog niet gekocht. Uh, ik heb een zwarte stabiele oorlog, die kan ik ook gebruiken. Kan ook heel veel van dezelfde dingen. Als die een uh, woody kan. Dus uh, hij is alleen wat dunner. En uh, wat dunnere lijnen dat je er dus mee krijgt. Met mijn stabiele oopportlood. Um, maar ik kan hem er dus bij gaan gebruiken. Mocht ik zwart nodig zijn. Kan ik altijd mijn stabiele oopportlood. Erbij gaan pakken. Nou, wat is nou een Stabilo Woody 3 in 1? Nou, eigenlijk is het een kleurpotlood. Het is een uh, wakskrijtje, een creon. Het is een aquarelverf wat geperst is in een potlood. Dus uh, als je dit oplost met water, krijg jij een aquarelverf. Dus je kunt hele leuke uh, dingen kun je eigenlijk mee doen. Het is echt heel veelzijdig om te gebruiken. Ik heb ze gewoon los in een uh, bakje. Hij hangt aan mijn karretje. Uh, jullie weten, uh, ik heb zo'n. Ikea karretje, maar dan van de Action veel goedkoper. En uh, deze bakjes zijn wel bij uh, de IKEA gekocht, die hebben ze niet bij de Action helaas. Uh, maar goed, deze hangt dus aan mijn, uh, aan mijn karretje, de punten slijpen heb ik erbij in, zodat ik dit gewoon bij de hand heb. Uh, de uh, Stabilo uh, potloden die zitten verpakt in een soort van plastic omhulseltje. Die heb ik er al afgehaald. Uh, voor de rest heb ik er nog niets mee gedaan. Dus uh, alles wat ik laat zien is voor mij ook nieuw. Vind ik best wel spannend, maar ik ga het gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt. Ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. En uh, ik ga eens gewoon uittesten wat deze krijtjes allemaal kunnen. Nou, dingetjes uittesten, uh, dat doe ik eigenlijk heel graag in uh, ja, dit soort journals. Dit is de Twin Sketchbook van uh, de Action. Er zitten twee soorten papier in voor de aquamarkers dus een aquarel papier en uh, er zit iets voor alcoholmarkers in. Nu moet ik zeggen, uh, ik gebruik geen alcoholmarkers meer, uh, dus ik heb geen idee hoe dit papier uh, zich houdt met alcoholmarkers. Maar uh, kleurpotloden vind ik heel fijn om dat op glad papier te doen. Dus uh, ja, dit gladde papier, dat komt ook wel op. Uh, dit gebruik ik dus echt om dingen uit te proberen. Ik hoef daar niks van te maken. Ik kan zien hoe de kleuren eruit komen te zien. En doordat ik met de producten werk, uh, ja, komt voor mij uh, alles op gang. Het hele creatieve proces komt dan op gang. En uh, ik denk dan allerlei dingen uit wat ik daar uh, ja, uiteindelijk mee kan gaan doen. En dit bewaar ik dus in van dit soort journals. Dit is een nieuwe, mijn oude zit vol. Uh, bewaar ik allemaal bij mijn andere journals. Dus wil ik iets nakijken. Uh, ja, dan kan ik gewoon die journals erbij pakken en kan ik gewoon kijken uh, ja, wat ik erin heb gedaan. En dan weet ik ook alweer hoe ik het heb gedaan. Ik schrijf het er ook bij, uh, zodat ik het allemaal niet hoef te onthouden, maar ik kan het rustig nakijken. Nou, dit zijn mijn Stabilo uh, potloden. Um, gemaakt dus voor kinderen, maar ik vind het eigenlijk niet zo heel erg voor kinderen. Nou, ik ga mijn lievelingskleur, dat is paars, gebruiken. En uh, er staan wel kleurnummers op als ik het uh, goed zag: uh, 880. Nou, dat is bij alles hetzelfde. Schuine streep uh, 370. En uh, hier staat 570. Dus uh, 370 is het kleurnummer. En er staan er nog een aantal sterretjes. En ik vermoed dat dat te maken heeft met uh, de kleurdichtheid. Dus hoe. Uh, transparant een kleur is of hoe juist een kleur niet transparant is. Ik vermoed dat daar de sterretjes mee uh, te maken heeft. Maar we gaan het allemaal gewoon lekker uittesten. Ze liggen echt lekker in de hand. Zeker als jij wat moeizame handen hebt. Dat heb ik ook. Valt me heel veel uit de handen en uh, geeft allemaal niets. Nou, uh, dit is dus echt een combinatie van een kleurpotlood uh, je kunt er dus dezelfde dingen mee doen als een kleurpotlood. Uh, een wasco krijtje, een crayon uh, is ook uh, 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 een, een, een mogelijkheid van uh, deze Stabilo. En uh, het is ook als je hem verdunt, verdunt met water, is het een aquarelproduct. Uh, ik ga gewoon eens beginnen met wat kleur aan te brengen. Nou, wat ik gelijk al uh, merk is hoe vettig en hoe uh, fijn het eigenlijk kleur afgeeft. Het is heel zacht om aan te brengen. Te brengen. En je maakt dus heel gemakkelijk. Uh Geef je die kleur af op jouw papier. Nou, waar kun je dit nou meer mee vergelijken? Uh, dit kun je ook wel vergelijken met een Neocolor 2 kraaitje. Uh, heb ik ook heel veel dingen mee laten zien. Uh, dit kun je ook vergelijken met een Gelato. Uh, de Distress heeft ook zo'n crayon, de Distress crayon. Daar kun je hem ook mee vergelijken. Het zijn allemaal soort van gelijke producten. En het is niet helemaal hetzelfde... Natuurlijk niet, maar uh, je kunt het er allemaal wel mee vergelijken. Dus heb jij die producten, dan kun je die daar ook voor gebruiken. Dus de producten die ik laat, of uh, de projecten die ik straks laat zien, uh, die ik maak met mijn Stabilo Fouri, die zou je dus ook met een Neocolor 2, die zou je ook met een, uh, 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 een Distress Cream, met een gelato. Uh, je hebt ook oliepastels die. Uh, 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 die je kunt gebruiken met water... die dus oplossen in water... dat zijn de producten die kun je allemaal vergelijken... met de Stabilo Woody. Dus heb je die producten... dan kun je hetzelfde doen als wat ik nu laat zien. Nou, ik heb wat kleur afgegeven... en wat je kunt doen... je merkt dat het heel vettig is... dus je kunt al met jouw vinger... kun jij die kleur al gaan vervagen. En dan heb ik alleen nog maar... een droge vinger. Nou, wat gebeurt er dan... als je even een... Babydoekje pakt. Maakt niet zoveel uit. Ik heb hier de Huggies liggen, maar volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik maak mijn vinger wat vochtig. En dan kun je het nog beter verdelen. Het voelt heel vettig aan. En wat je zelfs nog kunt doen is dat je je babydoekje pakt en dat je het daarmee Verder gaat uitwrijven. Dus je kunt er al gelijk heel veel kanten mee op. En uh, dus je brengt het aan op papier. Je merkt gelijk al hoe zacht het product is. En als je het voelt, voel je dat het heel vettig voelt. En dan kun je dat gelijk al mooi gaan verdelen met een droge vinger. Je maakt je vinger iets vochtiger. Gaat het nog gemakkelijker? Dan activeer je echt die pigmenten die erin zitten. Dus dat zijn al sowieso twee hele leuke techniekjes die je ermee kunt doen. Het volgende wat ik wil gaan laten zien is dat ik nog meer water ga toevoegen. En uh, dat ga ik niet doen in mijn boekje van de uh, action. Ik heb even wat dikker aquarel papier erbij gepakt. Uh, dit is aquarel papier van Florence van Vassen. Uh, dit is 300 gram's. Dit is de gladde versie. Uh, ik knip hier straks wel een stukje af en die plak ik. Uh, in mijn boekje, uh, zodat ik ook weet uh, uh, dat ik dit ermee kan. Maar ik ga dit niet doen, dus op dit dunne papier, want hier zit toch wel uh, ja, vrij dun papier in. Ik weet niet helemaal of dit uh, papier dat aan kan. Dus vandaar dat ik even een stukje uh, papier heb gepakt. Nou, wat wil ik gaan doen? Ik wil wat van die kleur weer gaan aanbrengen. Ik ga mijn boekje even aan de kant leggen dat ik even echt alleen op dit papier ga werken. Ik wil het nu wat nat gaan sprayen. Normaal heb ik een sprayflesje van uh, Nuvo. Van, uh, ik heb hem beneden staan. Ik heb geen zin. Het is best wel warm om hem uh, van beneden weer op te halen. Ik heb even een ander sprayflesje gepakt. En uh, ik ga gewoon wat nat sprayen. En je ziet gelijk al. En ik zal het kijken of ik het wat van dichterbij laat zien. De kleuren beginnen gelijk al te werken en nu kun je met je vinger kun je dit gaan verdelen. Natuurlijk kun je hier ook een penseel voor gebruiken. Ik vind het stiekem heerlijk om dit met mijn vingers te doen. Maar je zou het kunnen laten lopen. Hoe meer water jij toevoegt, des te lichter dat de kleuren zullen worden. Maar je merkt ook gelijk al hoeveel pigment dat er. Even mijn oude poetslap erbij pakken. Je merkt gelijk al hoeveel pigmenten er uh, ja, in die Stabilo woodie zit. Uh, de kleur die blijft gewoon heel erg mooi, heel helder, heel diep. En uh, ik heb nu. De ondergrond nog nat. Wat je ook perfect nog weer kunt doen met dat potlood is dat jij hier doorheen gaat tekenen. Met dat natte potlood. Dan gaat het gelijk een beetje werken. Maar je ziet gewoon dat je daar gewoon echt hele leuke creatieve dingen mee kunt doen. En uh, ik ga dit even drogen. Ik ga hem even. Een stukje bijknippen. En uh, dan plak ik hem later in mijn album. Want ik wil nog wat anders doen. En dan ga ik dit andere stukje papier voor gebruiken. Nou nog een techniekje die je kunt doen met jouw stabiele woody. Uh, een techniekje die ik ook heel vaak toepas met mijn stabiele alpotlood, als ik uh, schaduwen wil maken. Uh, ik heb hier een kopje, een heel oud kopje met een beetje water. Ik maak mijn penseel, mijn aquarelpenseel wat nat. Ik test altijd even op mijn hand of hij niet te nat is. En dan haal ik de kleur eraf aan de punt van mijn potlood. En op die manier heb jij dus een beetje van die nou ja, aquarel verf, wat van die Stabilo Woody komt, heb je aan jouw penseel. En die kun jij dan gaan aanbrengen in jouw project. En je ziet gewoon hoeveel pigmenten er in dat potlood zit. En dat vind ik wel echt een groot pluspunt. van deze Stabilo woody's. Dus rechtstreeks vanaf de punt met een vochtig penseel kun jij ook die kleur gaan afnemen. En dan kun jij heel gedetailleerd kun jij jouw kleur gaan toepassen. Uh, ik doe dit het liefst met een uh, vochtig aquarel penseel. Maar heb jij een waterbrush, vind je het daar heerlijk om mee te werken, dan kun je die natuurlijk ook prima gebruiken. Uh, ik kan er gewoon niet zo heel goed mee overweg. Ik heb het liefst gewoon een uh, ja, normaal penseel, kan ik gewoon het beste mee overweg. Dus ook dit is een manier om de kleur af te geven op jouw papier en dan kun je natuurlijk op deze manier kun jij echt gedetailleerd stempels bijvoorbeeld gaan inkleuren en daar kun jij die stabiele woody's ook prima dus voor gebruiken. Nou ik ga nog iets anders laten zien wat je er ook mee kunt. Iets wat je ook perfect kunt doen met die Stabilo woody's, dat is het mengen van kleuren. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt dat rechtstreeks op het papier gaan doen. Uh, je kunt het eerst door kleur af te gaan geven op je werkvlak, uh, daar de kleuren gaan mengen en dan op het papier aanbrengen. Uh, je kunt zelfs uh, dingetjes op kleur gaan mengen. Ga ik straks uittesten. Ik heb hier een super heavy gesso, gewone gesso. Uh, een, een witte verf zou je ook prima daarvoor kunnen uh, gebruiken. Uh, om dus jouw product op kleur te gaan mengen. Nou, ik ga beginnen met het mengen uh, op het papier. Ik heb hier wat van die gele. Ik ga er een beetje blauwe bij naast doen. Je kunt het mengen al gaan doen door er met het krijtje overheen te gaan. Dus op die manier meng jij de kleuren al, nou. dus blauw en geel, dat wordt groen. Je kunt het ook doen en dan ga ik even, even weer een beetje schoonmaken. Ik ga wat geel aanbrengen. Ik ga er wat blauw tegenaan zetten. Ik pak een vochtig penseel. Een beetje droog en ik ga het gele activeren en ik ga het gelijk mengen met het blauwe, dus ook op deze manier kun jij die kleuren mengen. En dat is iets waar jij mee moet gaan spelen. Hoeveel geel, hoeveel blauw moet ik gebruiken om een mooie kleur groen te krijgen? Dat is iets waar jij mee gaat oefenen. Dat ga je uh, vanzelf ontdekken hoeveel geel jij moet aanbrengen om een mooie kleur uh, groen te krijgen. Vaak is het maar een heel klein beetje blauw uh, het meeste geel en dan krijg je vanzelf een hele mooie kleur groen. Maar dat is iets dus wat jij uh, zelf moet gaan uh, uitvinden. En uh, dat vind ik het leukste om te doen: dat spelen met de producten. Uh, hoe kom ik tot een bepaald iets? Nou, dit laat ik even drogen. Uh, ik ga ook nog even laten zien. Ik ga gewoon wat van die blauw op mijn matje aanbrengen. Ik heb hier een zo. maar het maakt niet zo heel veel uit. Heb ik toevallig bij de hand staan. Wil ik straks nog wat mee gaan doen. Maar ook die gesso die moet dus dat krijtje activeren. En daardoor kun jij dus jouw product op kleur gaan mengen. En dat is iets wat jij uh, ja, heel mooi op zo'n krafmat kunt doen. Een krafmat is non-stick, dus blijft niks aan zitten. En op die manier. Kun jij dus ook jouw producten op kleur mengen? Dus het mengen van die stabiele Woodies gaat heel gemakkelijk. En uh, dat komt omdat jij het kunt uh, verdunnen met water. Je kunt het dus activeren met water. Uh, het is een heel mooi, vettig product. Er zit heel veel pigmenten in. Dus je kunt er echt hele leuke kleuren mee gaan mengen. Nou, en al die dingen die ik zojuist allemaal heb laten zien, uh, dat kun je ook op zwart doen. Uh, ik heb het gezien in de video's. Ik heb het dus nog niet zelf uitgetest. Dus ik ga nu gewoon eens wat aan de slag. Ik ga wat uitproberen. Ik heb hier uh, zwart uh, mixed Media papier. Uh, dit is van Paint On. Uh, dit is geschikt voor meerdere uh, producten. Uh, er is ook zwart aquarel uh, papier te koop. Dat zou je ook heel goed kunnen, uh, kunnen gebruiken. Maar ik heb hier dus mixed media papier. Wil jij echt gaan werken met die Stabilo Woodies. Uh, dan zou ik gewoon uh, kiezen voor of een goede kwaliteit mixed media papier. Of ik zou kiezen voor een aquarel papier. Werkt toch het beste. Uh, je zou ook wel een... Uh, dik karton kunnen gebruiken. Maar ook dat kan lang altijd geen water aan. Het heeft ook weer met de vezels te maken van het papier. Uh, ik wil gewoon eens eigenlijk kijken wat uh, doet zo'n krijtje nou en ik ga eens even kijken. Ik heb hier een groene kleur, die heb ik nog niet gebruikt. Uh, ik ga straks een kleurkaartje maken in mijn uh, boekje. Uh, ik heb al die andere wat ik net heb laten zien, heb ik al een beetje uitgeknipt. Uh, dat ga ik straks nog verwerken in mijn boekje. Ga ik er allemaal in lijmen. En uh, daar komt straks ook een kleurkaartje in. Aan het einde van de video's uh, laat ik alle foto's wel zien. Uh, hoe het er uiteindelijk allemaal is uitkomen te zien. Maar ik wil dus ook nog wat gaan uitproberen op dat zwart. En ik ga gewoon wat van dat krijt aanbrengen. Op die zwarte achtergrond. Nou, je ziet gelijk al. Je ziet hoe mooi dat het product werkt op zwart. Nou, ik ga het even wat proberen uit te vagen met mijn vinger. Nou, de kleur die blijft gewoon heel mooi zichtbaar dan ga ik dit nog een keertje doen. Even flink wat van die krijt aanbrengen. Ik pak mijn penseel. En ik ga het activeren met water. Nou, je ziet gewoon die kleur, die blijft heel mooi helder en Heel duidelijk zichtbaar. Heel vaak op zwart dan valt het weg. Dan is het transparant en uh, dan is het dus niet dekkend. En dan valt het weg op dat zwarte papier. Op kracht heb je dat ook. Uh, daarom moet je bijvoorbeeld als je wilt gaan kleuren op kracht. Uh, met een kleurpotlood. Dan is het beste om daar eerst een wit laagje aan te brengen. En daar overheen die kleur. Omdat anders die kleur anders uitkomt. De kleur die trekt eigenlijk een beetje in het papier. En dat heeft niet zoveel te maken met uh, uh, het soort papier waar je op werkt. Maar dat is dus echt die kleur. Uh, op zwart kun je met lang alles gewoon niet werken. Heel veel trekt gewoon in de achtergrond. Vind je dus niet weer terug. Maar die Stabilo Woodies die zie je dus heel goed op dat zwarte papier. Dus... Eigenlijk kun je met alles wat ik liet zien op dat witte papier. Kun je dus ook op zwart doen. Nou, en dat maakt die Stabilo uh, Woodies gewoon een heel veelzijdig product. Daar kun je echt op. Ongelooflijk veel kanten mee op. En dit is echt een product wat jij kunt gaan gebruiken in jouw mixed media projecten. Omdat jij daar gewoon zoveel verschillende technieken mee kunt. En uh, je kunt er echt alle kanten mee op. De komende tijd laat ik echt wel een aantal projecten zien wat je ermee kunt doen. Ik ben hier uh, super enthousiast over. En ik wil je echt nog wat verder mee gaan, uh, gaan uitproberen. Ik wil echt wel, uh, wat gaan testen. Wat kan het product? En uh, dat ga ik de komende tijd dus ook echt doen. Ik ga nu nog even een kleurkaartje maken met de kleurtjes die ik heb. En dat doe ik dus allemaal in dit boekje. Uh, jullie zien, ik heb er gewoon bij geschreven uh, wat het allemaal is. En um, deze heb ik uitgeknipt. Uh, hier heb ik bijvoorbeeld die uh, heavy Jesso gemengd. Uh, moet ik allemaal nog inplakken? Ga ik allemaal nog wel doen, maar dat is nog niet helemaal droog. En uh, dat is allemaal voor later. En ik ga hier dus nog een kleurkaartje mee maken. En op deze manier heb ik gewoon al een aantal pagina's in deze journal wat ik allemaal met zo'n Stabilo Woody kan doen. En uh, geeft mij gewoon energie. Het geeft mij, uh, uh, ja, ik leer alvast een beetje werken met het product. En uh, daardoor word je zekerder. En durf je het. Veel meer te gebruiken in jouw, uh, in jouw andere projecten, wat jij dan uh, er echt mee wil gaan maken. Dit is dus gewoon puur uittesten van wat een product kan. En uh, dit doe ik met alles. Dit doe ik op, uh, met elk product. Uh, op heel veel verschillende manieren probeer ik gewoon van alles uit. En uh, dit is voor mij ook ontspanning. Dit is ook leuk om te doen. Uh, mijn handen vies maken. En uh, ja uiteindelijk erachter komen, wat een product allemaal kan. En soms kom je echt op hele bijzonder. Dingen uit en dan denk je van goh ik wist niet dat een product dat kon en uh, maar dat is echt iets wat jij dus alleen maar leert door het te doen door het uit te proberen en uh, het is niet erg als het misgaat het is maar papier waar je op werkt je maakt er uiteindelijk misschien helemaal niets van helemaal niet erg dit is oefenen dit is gewoon leuk dit is ontspanning en uh, hiervoor moet je die lat dus ook vooral niet te hoog gaan leggen voor jezelf. Nou uh, ik hoop dat ik jullie heb laten zien wat een stabiele woody allemaal kan. Heb je vragen stel ze mij gewoon. Heb je opmerkingen zet ze er ook in. Ik ga onder in de beschrijving van deze video ga ik allemaal linkjes plaatsen uh, waar je het een en ander uh, kunt vinden en uh, ja, dan hoop ik jullie weer terug te zien bij een volgende video, wat het dan ook is. Uh, de Stabilo Woody, die gaan jullie zeker terugzien. Ik vind het een ontzettend leuk product om mee te werken. En uh, hoewel het is uh, eigenlijk gemaakt voor kinderen, uh, ja, ik voel me er misschien een groot kind bij. En uh, ik vind het heerlijk en uh, ook ontzettend leuk om met dit product te werken. Uh, dankjewel voor het kijken naar deze video. En we zien elkaar snel terug bij je volgende. どー